Crystal Beyond begint deze week als nummer 1 van Europa aan het Deloitte Ladies Open. Iedereen wil van haar weten of ze het toernooi in Rotterdam wint. Wij hebben een paar andere vragen voor Crystal. Wie zou je willen uitnodigen voor een partijtje golf? Ik denk dat Annika Sorenstam, Lorena Ochoa en Tiger Woods denk ik wel. Ja. Wat had je graag willen zijn als je geen professioneel golfster was geworden? Dat vind ik echt heel moeilijk om te zeggen. Ik denk wel sowieso iets in de sport. Ik ben heel erg sportgericht. Ik zie mezelf niet echt een kantoorbaan doen. Maar weet ik echt niet. Kijk, als ik dit het spelen niet meer zou kunnen doen, is het misschien het lesgeven iets. Maar vooralsnog ga ik gewoon verder met dit. Wanneer heb je voor het laatst gekookt? Dat is wel een tijd geleden. Ik ben natuurlijk nu al 4 weken op stap. Dus ik denk 4 weken geleden ongeveer. En voor welk gerecht kunnen ze je wakker maken? Mijn favoriete eten is Japans. Teppanyaki of sushi, maakt niet uit. Japans vind ik erg lekker. Maar laat me maar lekker slapen, dat vind ik eigenlijk nog fijner. Waar heb je een hekel aan? Ik heb een hekel aan de gym. Om te fitnessen, dat vind ik echt absoluut niet leuk. Alleen het is wel onderdeel van mijn werk, dus ik moet het doen. Maar ik vind het absoluut niet leuk. Crystal Beyond droomt van? Droomt van een hele mooie golfcarrière. Dankjewel.